Nou, welkom iedereen op de brokanten van het Streekmuseum Krimpenerwaard. Het is al een hele tijd geleden dat er hier een brokantenmarkt is geweest, zoals jullie misschien wel weten. Door corona is het een paar keer niet doorgegaan. Vorig jaar hebben we met de Open Monumentendag een oogst- en streekmarkt gehad van Proef de Krimpenerwaard, wat overigens ook heel leuk was. Maar we zijn heel blij om eindelijk weer brokanten op ons terrein te hebben. Dus de kraampjes kunnen jullie allemaal binnenvinden, omdat we voor de regen toch rekening hadden gehouden met het weer. Dus daarom zijn we binnen verplaatst met de brokantenkraampjes. Dus ik wens jullie allemaal heel veel plezier en bedankt iedereen. Bedankt alle vrijwilligers die hebben geholpen met de opbouw. Vooral Jeroen is natuurlijk weer onmisbare kracht geweest met opbouwen. Gerrit en Willem, ik weet niet waar die is. Maar ja, super bedankt voor het helpen en ook de medewerkers voor de support en dat ze vandaag allemaal aanwezig zijn. Dus heel veel plezier vandaag en geniet van het zonnetje zolang het nog kan. En nu draag ik het woord over aan de burgemeester. Ja, dankjewel. Hey, het is echt heel leuk dat dit allemaal weer kan. Hè? En het is heel bijzonder dat het hier kan en dat we dit streekmuseum hebben hier in Krimpen aan de IJssel. Want nou, jullie weten allemaal ook wel, het meeste in Krimpen aan de IJssel is nog geen 100 jaar oud. De oudste straat is, 116 jaar oud geloof ik dit jaar. En de rest is allemaal nieuwer dan dat. En de meeste mensen zijn dus ook van later hier gekomen. Dus dat er nog dingen zijn om te vertellen hoe het hier langer geleden dan dat was. En dat we een plek hebben om dan samen te komen om daarover, nou ja, daarnaar te kijken en het ook aan te raken. Dat vind ik heel bijzonder. Het zou heel flauw zijn van mij om nu een grapje te maken over de brokantenmarkt. Zijn die spullen die je wel kunt kopen en de collectie, daar moet je van afblijven. Maar het zou wel helpen in de uitdunning. Nee hoor, dat is een grapje. Maar nee, ik vind het heel leuk. En ik vind het ook mooi dat het cadeautje aangevuld wordt met het weer. Maar als het hier had gepland van de regen, waren we ook zo blij geweest met deze dag dat we hier ook hadden gestaan. Hè? Dat zeg ik ook maar even. Maar dat het dan zo is en zo echt Hollandse luchten met zo'n Hollandse dag als dit, dat vind ik echt heel tof. Het is ook heel leuk dat er vandaag heel veel te doen is in het dorp. Dus ik hoop ook dat heel veel mensen een rondje maken door al die plekken. Want na, voor mijn gevoel, 100 jaar gedoe is er eindelijk leven in de brouwerij aan de dijk. Bij de loodsen, bij de werven. En dat er steeds meer lukt als het gaat om streekproducten en lokaal gemaakte dingen die dan ook echt, nou ja, niet alleen kans van slagen hebben, maar ook slagen. Dat vind ik ook echt heel tof. En daar moet ik dan met name natuurlijk denken als ik zeg leven in de brouwerij. Want dat is natuurlijk een hele mooie aanwinst voor deze gemeenschap, deze regio, zeg ik, terwijl ik zelf van de blauwe knoop ben. Nee, leuk. Ik vind het mooi dat u er nu al bent. Dit is een soort, ja, ik zal niet zeggen gemeenschap, maar het Streekmuseum is een ecosysteem op zichzelf. Waar heel veel mensen het heel leuk vinden om heel veel voor elkaar en met elkaar te doen. En ik zie het als burgemeester dat u dat doet voor de gemeenschap en voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn. We hebben nu een college wat ook ziet dat dat ook van onze kant nog beter ook verteld kan worden, iets buiten de gemeentegrenzen. Want wat hier gebeurt is natuurlijk niet, ja, het is gewoon te mooi en te leuk om alleen in Krimpen aan de IJssel te vieren. Maar dat doen we vandaag in ieder geval wel. Dus veel plezier. En ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. En dan is het deze. Met de historische kring op dit moment? Goed, we hebben bijna 300 leden en we proberen hard aan de weg te timmeren om er meer te krijgen. Eigenlijk ben je voor 15 euro per jaar al lid van de historische kring. En word je dat dit jaar, dan krijg je dit prachtige boek Land verloren, Krimpen geboren, het boerenerfgoed van Krimpen aan de IJssel, cadeau, ja. Ter waarde van €19,95. Ja, oké. Okay, maar goed, dat is dan zeg maar voor 15 euro lid worden van de historische kring. En dan krijg je het hele mooie boek, cadeau Land verloren, Krimpen geboren. Het boerenerfgoed van Krimpen aan Den IJssel, dat ook. Ziet er goed uit. Ja, en afgelopen week is natuurlijk, zeg, op donderdagavond is natuurlijk weer een mooi nieuw contract afgesloten met de gemeente. Met betrekking tot het onderhouden van de beeldbank van de gemeente. Dat klopt, daar hebben we inmiddels zo'n 20.000 beelden in. Dat doen
doen we met hulp van de gemeente financieel. Maar zeker ook met hulp van heel veel vrijwilligers, want die doen al het werk. En ja, wat zo leuk is, ook het bedrijfsleven heeft interesse in beelden van deze beeldbank. We hebben onlangs bij een bedrijf in Krimpen ook een prachtig beeld afgeleverd, wat ze daar ophangen. En dat geeft een beeld van hoe het vroeger op die plek was. Nou, wat is er nou leuker om dat te doen? Sfeervolle entourage. Zeker. En we hebben heel veel, 15.000 unieke bezoekers. Het zijn beelden vanaf het begin, zeg maar, 1900 tot heden. Het wordt aangevuld, het is een levende beeldbank. En ja, zo hopen we ook het beeld van het verleden te bewaren. Want hoe snel gaat het? Nu is daar Krimpen-Zuid, wordt helemaal platgelegd. Ik moet vaak door mijn oogharen heen kijken om te denken, hoe was het ook alweer? En we hebben ervoor gezorgd dat vandaag het IBKW, het Technisch Bureau, open is. Nog één keer, want het wordt gesloopt. En daar zat het oude badhuis. Daar hebben mensen herinneringen aan. En ik vind het prachtig dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Wij gaan daar zeker zo meteen nog eens even een bezoekje aan aanbrengen. Als de mensen hier naartoe komen, het is hier zeg maar in de oude boerderij hier, wat Streemuseum. Wat kunnen de mensen hier verwachten hier van het historische kring? Dat ik ze al hun vragen beantwoord. Dat ik zou vragen, heeft u in Krimp op school gezeten? Want we hebben een project aanstaande voor volgend jaar. Dat heet In de Schoolbanken. Daar hebben we heel veel verhalen voor nodig, beelden. En je krijgt van mij heel veel gratis dingen. Want wij doen ook historische wandelingen. We hebben er hier vier liggen. Die krijg je van me mee. Je krijgt, als je lid wordt, vier keer per jaar een kwartaalblad. Ook een met heel veel informatie steeds over Krimpen. Verleden, recente verleden. Ja, en het boek, als je je inschrijft. Nou, uiteraard. En binnenkort het project dus terug in de schoolbank. Zo heet het nog niet, maar misschien is dat een goede suggestie. Het heet In de Schoolbanken, dat is de werktitel. Oké. Wij gaan er zeker bij de lokale omroep daarop terugkomen. Dus wat dat betreft, daar gaan we nog veel meer over horen. Ellen Bommelier van de Historische Kring, ik wens je nog heel veel succes vandaag. Dank je wel. Ja. Ik zie hier nog een oude bekende hier nog, Arnold de Leeuw, vroeger actief in de politiek hier in Krimpen aan de IJssel. Arnold, goedemorgen. Je bent nu ook actief hier bij het Streekmuseum de Krimpen en de Waard. Ja, dat klopt. Nog steeds gewoon voor Krimpen actief op deze manier. Het Streekmuseum is zo'n mooi stukje Krimpen. Dus heel leuk om daar mee bezig te zijn met een hoop vrijwilligers. Dus wij gaan proberen het museum in stand te houden en te zorgen dat we dit soort leuke activiteiten kunnen organiseren. En daar hebben we wel heel veel vrijwilligers voor nodig. Dus we staan hier ook om iedereen op te roepen om mee te doen. Ja, waar is behoefte aan? Nou, eigenlijk wel in den brede. We hebben een hele mooie tuin die onderhouden moet worden. Echt wel een uniek stukje groene Krimpen. Daar kunnen we altijd mensen voor gebruiken. En we hebben een grote collectie waar gewoon veel werk aan is dat te onderhouden. Wat moet er blijven, wat moet er weg. En we zijn natuurlijk gewoon open. Dus mensen die rondleiden, mensen bij de kassa. Dus eigenlijk het leuke is dat iedereen is welkom. En net wat je leuk vindt of waar je je in thuis voelt, dat kan je hier gewoon doen. Of dat nou in de tuin is of in de... Of als gastheer of gastvrouw, kan allemaal. Zeg, heel goed nieuws, hè? Het nieuwe depot. Ja, zeker. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat was natuurlijk een korte termijn kwestie. Waar zowel vanuit ons als van de gemeente ontzettend hard aan is gewerkt om het tot een goed einde te brengen. En we hebben nu voor de komende 3 jaar een nieuwe locatie. Dus daar zijn we heel blij mee. Waar bevindt hij zich? Ja, we kunnen natuurlijk niet precies het adres vrijgeven, want er staat natuurlijk een waardevolle collectie wordt opgeslagen. Maar we hebben in de Stormpolder een nieuwe oplossing gevonden. Ja. Was dat moeilijk zoeken? Ja, we hebben heel hard gezocht en het moest ook op korte termijn. En de markt blijft heel lastig. We hebben een grote collectie. We hadden ruim 200 vierkante meter nodig. En dat was heel moeilijk te vinden, maar het is gelukt ook met behulp van lokale makelaars. Ja. Maar het is niet voor eeuwig, hè? Het is voor ook hier is de termijn is beperkt. Zeker, dus we moeten eigenlijk nu al gaan nadenken over wat we na die periode
waar de collectie zich dan kan huisvesten. We hebben over drie jaar is dat ten einde. Dus dan moet er een nieuwe oplossing gevonden worden. Maar daar weten we nu nog niet hoe dat eruit gaat zien, helaas. Nou, voorlopig in ieder geval rust hier bij het Streekmuseum. En jullie kunnen je gewoon bezighouden met de kerntaak, zeg maar, het bewaken en het verzamelen van alles wat, wat oud en interessant is. En herinnert aan de historie van de Krimp aan de IJssel en de Krimp aan de Waard. Ja, zeker. En dat inderdaad dat we nu een tijdelijke oplossing hebben gevonden, geeft genoeg rust om ons er vol in te zetten op de nieuwe tentoonstellingen, nieuwe activiteiten. Om de verhalen van Krimpen en de Krimpen en de Waard zo breed mogelijk aan iedereen te vertellen. Zaterdagmorgen, open monumentendag. Wat is er allemaal te doen in de IJsseldijkkerk? Nou, ontzettend veel. Elk jaar hebben we natuurlijk het bezichtigen van de kerk. De groene fles, een toelichting op het orgel, de geschiedenis van de kerk, een fotoboek, dat soort zaken. En voor het eerst hebben we dit jaar ook een toelichting op de nieuwe ramen van de kerk. We hebben vorig jaar nieuwe voorzetramen gekregen met hele mooie kleuren. Onze dominee heeft daar een hele mooie preek over gehouden. En onder de ramen kun je nu de preek over dat raam kun je teruglezen. Dat is hartstikke leuk. En tot hoe laat is het vandaag allemaal hier in de IJsseldijkkerk? Ja, tot 4 uur. Op sommige plekken staat 5 uur, maar het is 4 uur. Want om 4:30 gaan wij hier het IJsseldijkkerkfeest vieren. Dus tot 4 uur kan iedereen langskomen. Inderdaad bij Tom Jansen en hij gaat ons kan ons meer vertellen als het goed is over het geheim van de groene fles. Meneer Jansen, hoe zit dat? Nou, het is inderdaad een groot geheim. Alleen dat is in 1966 bij de restauratie van de kerk destijds is dat geheim ontdekt. Er is een orgel gekomen. Natuurlijk, de kerk was in 1861 gebouwd en toen had je helemaal nog geen orgel, geen muziek. Toen was er een voorzanger die dan de gemeente zou begeleiden. Maar goed. Men vond het toch wel mooi om een orgel te bouwen. Dus de bekende orgelbouwer Proper uit Kampen hadden ze benaderd. Die heeft het orgel gebouwd. Maar dat kostte heel veel geld. En dat geld was er gewoon niet. Dus ze vroegen aan alle gemeenteleden of die wilden bijdragen. Dat is allemaal keurig genoteerd. Maar ook de namen van degenen die niet bijdroegen. Dus het is eigenlijk een soort kasboekje? Een soort kasboekje. En ja, dat hebben ze in een fles gestopt. En bij de bouw van het orgel ingemetseld. Dus dat is in 1866 is dat ingemetseld. En bij de restauratie 80 jaar later is dat tevoorschijn gekomen. Of 80, 100 jaar later is dat tevoorschijn gekomen. En dominee Bel, die toen predikant was, die dacht dat is een mooi verhaal. Ik ga er een boekje over schrijven. En dat boekje heeft hij getiteld Het geheim van de groene fles. En dan staat die groene fles natuurlijk helemaal niet meer hier zo in de kerk. Die staat in het streekarchief. Dus ja, daar staan toen nog veel meer in, alle details van het verhaal. Wie de eerste mensen waren, de eerste kerkraadsleden die met het orgel kwamen. En ook, daar staat ook de hele namenlijst in. Dus als je in je voorgeschiedenis gaat duiken, dan kan je zien wie zo ruimhartig was om wel wat te geven. Maar dan kan je ook wel eens tegenkomen dat er misschien een voorouder was die niets heeft gegeven. Oei. Ja, oei, oei, ja. Maar goed, dat is al zo lang geleden. Volgens mij kunnen we zijn nu mensen al vergeven en vergeten. Maar toch zijn natuurlijk de namen die je tegenkomt, zijn natuurlijk ook heel veel nu nog bekende cryptische namen. Want ik las ze net even op een pagina hier zo. Dat ook een van de Slappendel, maar die kon toen vanwege de hooibaan niet mee om inderdaad te gaan vergaderen. Dus dan hebben ze andere mensen gezocht. Maar het kan dus best dat er een bekende naam in voorkomt. Ja, wil je dat weten? Ja. Ik zou er nu op wakker liggen na 100 jaar. Maar... Het orgel staat er nog steeds? Het orgel staat nog steeds. In de tussentijd nog vele malen. Nogmaals is het orgel ook gerestaureerd. En het is natuurlijk een sieraad voor de kerk geworden. En op de achtergrond horen we Marco Keizer spelen. En er is nog wel plan om nog eens een keer wat aan het orgel te doen. Maar dat gebeurt natuurlijk alleen bij restauratie. Want het is natuurlijk een enorme klus om wat met het orgel te gaan doen.
En daarnaast is ook nog het doopboek te bekijken. Er is inderdaad altijd Sint-Jan van Hent, die werkt normaal bij het kerkelijk bureau. En die heeft doopboeken natuurlijk uit het begin van de kerk, dus van 1861, dat die mensen zijn gedoopt. En als iemand zegt, joh, mijn voorouder is hier gedoopt, heb je daar een aantekening van? Dan ga je naar hem toe vandaag en dan ga je gewoon even vragen, van zoek dat op. Nou, hij heeft het allemaal in de computer staan. Ik zag een printer erbij met doopbewijzen, dus hij kan het ook nog zo uitprinten. En dat hele oude boek is in te zien vandaag ook? Dat weet ik niet zeker. Want meestal ligt dat toch wel heel zuinig in het archief bewaard. Maar niet altijd in de computer kan je dat heel makkelijk met je naam en de geboortedatum van iemand kan je erachter komen. Wat mooi. Ja, wat een mooi verhaal van de groene fles en prachtig orgelspel. Vandaag tot 4 uur hier in de IJsseldijkkerk. Jazeker, en er komen daar ook nog andere organisten. Dus iedereen die het wil horen is nog van harte welkom. Bedankt Tom Jansen voor je uitleg over de groene fles. Even kijken, in ieder geval brachten de overblijvers dus zo'n 2585 euro gulden bij elkaar. Een bedrag dat in de huidige tijd minstens op ongeveer 2 ton kan worden gesteld. Dus dat is een prachtig groot bedrag. Tot zover hier de impressies in de IJsseldijkkerk. Wij gaan zo nog weer ergens anders kijken tijdens Open Monumentendag 2022 in Krimp aan IJssel. We zijn inmiddels bij het grote parkeerterrein aangekomen hier in Krimp aan de IJssel. Met aan de ene kant het winkelcentrum, aan de andere kant het raadhuis. Aan de andere kant een markant gebouw waarvan ik zou zeggen van kijk er nog maar eens een keertje goed naar als je langskomt. Want over een tijdje is het er niet meer, dan is het verdwenen. Hoe zou je dit gebouw willen omschrijven? Wat zit er nu in? Er zit nu een kantoor in van het ingenieursbureau Krimp aan de Waard. Heel veel jaren daarvoor zat er een kantoor in van het technisch bureau in de Krimp aan de Waard. En daarvoor zat hier een badhuis / Groene Kruisgebouw in gevestigd. Ja, dat is inderdaad de meest bekende benaming van het gebouw hier in Krimp aan de IJssel, het Groene Kruisgebouw. Over welk jaar, over welk tijdvak praten we dan? Het gebouw is gebouwd vanaf 1959, dus in gebruik genomen 60, 61. En in gebruik gebleven tot begin jaren 70, toen het nieuwe gezondheidscentrum aan de Tienweg is geopend. En tot die tijd had het de functie Groene Kruisgebouw en badhuis. Ja, we noemden toen het Groene Kruisgebouw, maar eigenlijk was het toen al het gezondheidscentrum van Krimp aan de IJssel. Zeker. Toen ook al vooruitstrevend, denk ik. Want aan ons gebouw vast zitten twee woningen. En die werden bewoond door een aantal wijkverpleegsters of wijkzusters. En een portier of huisarts, dat weet ik niet precies. Maar die woningen waren er al aan vastgebouwd. Dus dit was het medisch centrum van het Krimp aan de IJssel. Konden direct functioneren als ze van huis kwamen. Er was nog een bijzondere functie aan dit gebouw. Hè? We hebben het nog wel over een tijd dat nog niet iedereen echt een badkamer had of over een douche beschikte. En daarin voorzag dit gebouw, hè? Ja, dat klopt. Veel woningen uit die jaren en uit de jaren van kort na de oorlog, die beschikten niet over een doucheruimte zoals wij die nu in de meeste woningen kennen. Dus mensen kwamen hier naartoe op de fiets om een douche te nemen of te badderen. En dan konden ze weer naar huis fietsen. Ja, waren daar kosten aan verbonden? Ja, uit de overlevering hebben wij gehoord een kwartje per kwartier. Maar dat weet ik niet of dat... Ik ben nog niet zo oud dat ik zelf heb afgerekend. Enig idee over de frequentie waarmee de mensen hier kwamen? We hebben een aantal bezoekers gehad die het nog gebruikt hebben als badhuis. Dus die hier een douche genomen hebben. Die spraken over één keer per week. Ja, dat was toen gebruikelijk. Ja, die kwamen hier naartoe. Dus wij horen van de bezoekers meer dan we zelf van het gebouw weten. Dus iemand vertelde van nee, als je hier aan douche was en duurde te lang, dan kwam er iemand op de deur kloppen. Ja, zeker. En als je dan nog niet stopte, dan werd de warme kraan dichtgedraaid. Dus dan vluchtte je vanzelf. Had je alleen nog maar koud. Maar we staan hier eigenlijk dus wel op een bijzondere plek eigenlijk, hè, in het gebouw. We staan hier op de plek waar in het verleden het badhuis was gevestigd. Dus ja, we staan als het ware in de gang tussen de douchecabines in. Ja, het is nu een net kantoor, het is niet voor te stellen. Nee, het is ook wel verbouwd natuurlijk. Die ramen zaten er toen niet in, dat kan je wel voorstellen. Maar ja, dit is wel de plek waar de functie badhuis zich bevond. Ja.
Ja, mooie herinnering voor veel krimpenaren. Wanneer gaat de sloop van het gebouw beginnen? Eind dit jaar is de bedoeling dat de sloop wordt aangevangen. Ja. En wat gaat er daarna gebeuren met als alles hier kaal is? De bedoeling is dat er dan weer twee nieuwe appartementengebouwen, één op onze kavel en één op de plaats waar nu de kerk, de Rang, staat. Daar komen twee nieuwe appartementengebouwen en dan is Centrum Zuid, bestaat in totaal uit 6 appartementengebouwen, dus dan is het helemaal afgehecht. Hoe was het eigenlijk om in zo'n, ja, toch eigenlijk ondertussen oud gebouw te werken? Ja, dat is dubbel, want aan de ene kant is het gebouw, past ons eigenlijk prima, want wij zijn allemaal doeners, dus wij zijn al snel tevreden met een plekje om te zitten. Maar aan de andere kant is het gebouw wel oud en eigenlijk ook uit de tijd als je kijkt naar dingen als ventilatie, klimaatbeheersing. In afgelopen zomer was het elke dag boven de 30 graden in ons kantoor. Dus dan zeg je van ja, dat zijn we vandaag aan de dag ook niet meer gewend. Nee. Verder altijd met ontzettend veel plezier hier gewerkt hoor. Ja. Nou, dat is toch mooi om dat te horen. Voorlopig dus, Krimpenaren. Zeg maar, als je nog even naar gauw wil kijken dus naar wat voorheen het Goede Kruisgebouw was en de herinneringen die daaraan vast zat, kan het nog gedurende een paar maanden, maar eind van het jaar, dan gaat waarschijnlijk alles tegen de vlakte. Dus dat was hem tot zover. Ja, en eigenlijk alleen vandaag open, hè, voor bezoekers. Ja, laat ik dat even benadrukken. Ja. Alleen vandaag open, dan tijdens de Open Monumentendag. Want dat dan is gaat de Monumentendag, ja. Dus vandaag nog iedereen welkom. Nou ja, het gebouw gaat binnenkort verleden horen. Tot de verleden horen. Maar we wensen jou, het ingenieursbureau, verder nog een hele mooie toekomst. Dank u wel en bedankt voor het bezoek. De plannen hier aan het uitleggen van wat het hier allemaal moet gaan worden. Ja. Als je zo ziet naar buiten kijkt, dan denk je van nou, dat is een hele dappere onderneming. Dat klopt zeker, maar het is ook een plek waar ontzettend veel kansen liggen. We gaan Krimpen weer aan de IJssel brengen. En daar kijken wij heel erg naar uit als vakwerk en koep, moet ik daarbij zeggen. Je bent ongetwijfeld heel vereerd met deze opdracht. Absoluut, we zijn heel blij dat we hem hebben. En we weten ook zeker dat we weer heel veel kwaliteit kunnen geven aan een plek die, ja, ik denk al 20 jaar, wat ik begreep net van een passant, eigenlijk de glorie heeft verloren die er ooit is geweest. Ja, het is inderdaad vergaande glorie. Er was inderdaad een mooie scheepswerf hier. Die is zeg maar ten dele al gesloopt zonder dat de gemeente daar van wist. Dus daar zijn ze nog altijd erg boos over. Maar gebeurd is gebeurd. Wat kunnen we verwachten allemaal hier? Wat zijn de plannen? De plannen die er zijn is dat alle bebouwing die er nog staat van de originele scheepswerf, dat die wordt gerestaureerd. En daarbij komt er heel veel publieke ruimte voor alle krimptenaren om te verblijven aan de IJssel, aan het water. Er zal horeca komen en bedrijvigheid. En wat ik begrijp is dat er zo'n 50 appartementen zullen komen aan de westzijde van de kade. En wij ontwikkelen zelf het dok. Dat zijn 11 grondgebonden woningen, 9 wonen en werken en 2 volledig wonen. Ja. Wat betreft die restauratie, als je een eindje terugloopt, dan zie je daar een hele oude houten loods nog staan. Valt dat ook nog te restaureren? Die valt absoluut te restaureren, want de structuur die is nog goed. Een rijksmonumentale loods staat erop. Ja, zeker een rijksmonumentale loods. En we zijn dus ook in gesprek met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, hoe we dat op een gedegen manier kunnen doen. En kunnen herbestemmen. Ja. Kom je woning en appartementen, is dat koop of zit er ook wat sociale woningbouw bij? Ik weet dat in onze ontwikkeling zijn het vrije sectorwoningen. Ik durf niet te zeggen dat er sociale plannen zijn binnen de appartementen. Ja. En in zijn algemeenheid, wat betreft het recreatieaspect voor de Krimpenaar, wat kunnen we verwachten? Er komt sowieso een deel horeca in de smederijloods, waar we nu zelf ook in staan. Een oude monumentale loods. Je kan verblijven op de voormalige hellingbaan van de insteekhaven. En je kan
eindelijk eigenlijk de scheepswerf betreden. En dan kan je dus flaneren straks. Maar goed, het is dus inderdaad, dus, al ga je er al dan niet wonen, maar het wordt voor alle Krimpenaren mogelijk om te recreëren aan de boorden van de IJssel. Ja, inderdaad. Terug aan de IJssel. Krimpen komt terug aan de IJssel te liggen. Krimpen komt terug aan de IJssel. Ik vind dat een mooie slogan. Goed zo. Ja. Ik wens u heel veel succes met het project. Ja, hartelijk dank. U ook. Ja, we staan op een bijzondere plek van Krimpen IJssel. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar ik moet er wel bij vertellen dat dit in wezen eigenlijk een heel nieuw deel is van de oude werf. En de oorspronkelijke werf is veel meer westwaarts geweest en is eigenlijk al begonnen in de 17e eeuw, begin 17e eeuw, bij wat toen nog heette en bekend stond als de Kortlandse Sluis. En die werf die is daar vrij klein begonnen en is pas in de loop van de eeuwen natuurlijk helemaal uitgebreid tot hier. Totdat die in 2007, meen ik, ophield te bestaan. Ja, en toen is eigenlijk de verpaupering eigenlijk ook meteen begonnen. Ja, toen is de verpaupering meteen begonnen. Nou ja, nee. Moet ik zeggen, ik woon er tegenover. Dus ik heb het allemaal de laatste 40 jaar aanzien komen. Maar oorspronkelijk was het dus ook al dit oud. En af en toe viel het uit elkaar. Maar dan werd er gewoon een plank tegenaan gezet. Ik bedoel, het was nou niet zo dat je zegt van jongen, wat was het allemaal. Die loods goed onderhouden. Dat was natuurlijk met name deze smederijloods. Die was altijd al aan het wegrotten. En ja, werd dan provisorisch eigenlijk een beetje in stand gehouden. Wat wel jammer was. Zijn er ook archeologische vondsten hier gedaan? Jawel. Nou, niet hier. Maar wel op het stuk dat de laatste jaren dat het nog was. Bekend stond als het terrein van de kanonnenloods. En ik heb zelfs een deel ervan hier bij me en de rest heb ik het hele verhaal in foto's hier op de plank liggen. En dat is maar, dit is dus. Wat zien we hier? Dit zijn twee tegels die de bovenkant vormden van een Ionische zuil bij een haardpartij. En de rest van de zuil, voor zover er aanwezig, en andere tegels, die zitten dus nog gewoon in de dijkwand van een huis uit, nou, de tegels zijn in ieder geval uit het begin 19e eeuw. Ja, en dat is een beetje paarsige kleur. Juist aan die magenta kleur kun je zien dat het dus waarschijnlijk tegels zijn uit het begin van de 19e eeuw. Wat mooi. Ja. En de rest is dus in de aarde achtergebleven. De rest, restjes, die zitten daar nog gewoon in de dijkmuur. Die hoeft ze alleen maar uit te graven. Hebben jullie ook die behoefte als archeologie, namens de archeologiewerkgroep Grimpertewaard, om dat eruit te gaan halen? Nou, dat mag je sowieso niet zelf. Je mag nooit dieper dan en zeker niet zonder toestemming. Het enige wat wij als archeologie stichting kunnen doen is er op een bepaald moment voor zorgen dat als er gebouwd gaat worden of als er iets veranderd gaat worden, dat er eerst grondig archeologisch onderzoek wordt gedaan door een erkend bureau. Maar het gebied staat dus wel bekend om het feit, ja, het staat op de archeologische waardekaart, zoals het dan heet. Gerda, ik heb begrepen dat er ook nog zelfs dat kinderen eventueel zelfs nog in het zand mogen zoeken. Ja, ze mogen muntjes zoeken in het zand. Kijk, archeologie is altijd een kwestie van onder de grond. Historie, geschiedenis is boven de grond, archeologie is onder de grond. Dus ook kleine kinderen moeten op een bepaald moment weten wat je onder de grond vindt, in het zand vindt. Het kan altijd waardevol zijn. In dit geval zijn het muntjes die ze dan weer inleveren voor een snoepje. Mooi, mooi. Dankjewel Gerda voor je toelichting. En fijne dag vandaag, deze Open Monumentendag. Dankjewel.